Ik ben heel erg verlangend naar jou, lieverd, en voel me erg ellendig nu jij niet meer hier bent. Sandra zocht 20 jaar naar de eigenaar van deze 78 jaar oude liefdesbrief. Ze vond de brief in een oud huis in Noord-Holland. En mijn moeder die vond het zo bijzonder dat ze toen de krant gebeld heeft om mogelijk de familie terug te kunnen vinden. Nou ja, en eigenlijk hier. Tussen oude videobanden en ander papierwerk. Vond ik na 20 jaar de brief weer terug. Via een zoektocht op onder meer Facebook is een nicht van de brievenschrijver gevonden. Oh, eindelijk. Hallo, Sandra. Hi. Oh, wat leuk, ja, hé. Oh, wat een verrassing. Leuk, hè? Oh, echt te gek. Eerlijk. Dat is echt niet te geloven. Na zoveel jaren. De brief uit 1940 van haar tante is een grote verrassing voor haar. Ze heeft haar oom en tante nog goed gekend. En dat is tante Jo met oom Henk. En dat zijn mijn ouders, mijn vader en moeder. Oom Henk en tante Jo bleven tot hun dood bij elkaar. Sandra's zoektocht is met de dolblije Annemarie eindelijk geslaagd. Het meest bijzondere aan die brief vind ik, hoe is het mogelijk dat een brief die 78 jaar oud is, nou boven water komt in zo'n conditie? Ik ben hier echt zo verschrikkelijk blij mee. Kom, geef een knuffel. Heel leuk, heel leuk, heel fijn. Dankjewel, dankjewel.